Vandaag maken we spit roast picanha. Nou, vandaag gaan we aan de slag met een mooie dry-aged picanha, een mooie Iers rund. Super mooi, dikke vetkap erop, dus dat gaat super lekker worden. De vorige keer heb ik al een picanhaantje gemaakt, reverse sear op de Minimax. En vandaag ga ik hem lekker op open vuur bereiden, aan het spit. En wat is er nou lekkerder dan lekker koken op open vuur in de buitenlucht? Heerlijk. Nou, die picanha, dat wordt het hoofdstuk van vandaag. Die gaan we straks aan het spit maken. Ik ga er lekkere kieltjes, mooie nieuwe kieltjes, lekker portobello aardappeltjes. Wat bosui ga ik lekker garen en ik ga een heel mooi jusje van gepofte knoflook maken. En daar ga ik mee beginnen. Dus ik ga twee bollen knoflook halveren. Dan pak ik even wat grillfolie. Dus mooie dikke aluminiumfolie. Daar leg ik de bollen knoflook in. Beetje olijfolie, dichtvouwen en dan gaat die zo, hop, de kooltjes in. Kwartiertje denk ik, zijn ze lekker gepoft, zijn ze lekker zacht. Kunnen ze straks verwerken in een heerlijke saus. En dan ga ik nog een lekkere kruidenbotertje maken. En voor die kruidenboter heb ik mooi zachte boter. Maar dan ga ik eerst even wat groene kruiden plakken. Nou, ik heb lekker wat bieslook en wat peterselie geplukt. Ook wat bieslook bloemetjes. Die kunnen we straks ook lekker erheen doen. Dus ik ga eerst even de kruiden snijden. En dan gaan we die straks lekker door de boter heen prakken. Boter. Lekkere volle roomboter. Zacht. Terrastemperatuur. En dan gaan we die even lekker door doorheen prakken. Klein beetje zeeuwzout. Want dat is ongezouten boter. Je kan ook gewoon gezouten boter pakken. Dan hoeft er geen zout toegevoegd te worden. Maar ik vind het juist wel lekker om die mooie grove zoutkristalletjes erin te doen. En een klein beetje gebroken peper. Klenk. Half theelepeltje ongeveer. Kruidenboter aan de kant. Hoehoehoe. Lekker gepofte knoflookjes. Ja, ze mogen nog wel wat zachter. Ik leg ze nog heel even terug. Een mooie picanha. Die gaan we even een klein beetje voorbereiden. Ik check even de vleeskant. Hier zit nog een klein beetje vlies op. Dat gaat eraf. Zo, hier aan de zijkant. Deze is mooi opgeknapt. Bovenkant gaan we de vetkap nog eventjes insnijden. En dan gaan we die zo meteen lekker aanzouten. Je kan dit ook prima gewoon op je Kamado barbecue doen of in je braai. Dan doe je hem bijvoorbeeld reverse hier. Dus eerst op lage temperatuur rustig op temperatuur laten komen in de kern. Zoals ik de vorige keer ook gedaan heb op de Minimax. Toen hebben we er een lekkere rosbief van gemaakt. En vandaag gaan we er gewoon een lekkere hoofdschotel mee maken. Dit is een mooie dry-aged picanha uit Ierland. Het is mooi gras gevoerd. Wel een lekkere vetkap erop. En dat is gewoon een heel mooi stuk vlees. De vetkap, om die nog krokanter te krijgen, gaan we die lekker insmeren met wat grof zeezout. Of fleur de sel in dit geval. Mooie Zeeuwse zouten. Lekker eventjes in wrijven. En dan is dat vet wat zo meteen gaat smelten tijdens het garen aan het spit, waar die zich vervolgens zelf ook mee bedruipt, al mooi op smaak. Dus ja, beter kan eigenlijk niet. Je vergeet nog iets heel belangrijks. Wat dan? Ja, waar kun je het kopen? Ah, waar kun je het kopen? Dat is een goeie. Gewoon bij ons in de winkel. Dus kom lekker naar een van onze Experience Center of bestel zo'n mooi stuk Dry Aged Picanha online. De beschrijving of de link naar de beschrijving vind je hier beneden in de comments. En de bovenkant ga ik lekker rubben met een klein beetje gaucho rub. Lekkere Zuid-Afrikaanse of Zuid-Amerikaanse smaakjes. Top. Dit belooft wat. De picanha ga ik in mooie steaks snijden. Ik denk uit deze mooie jongen ga ik er pak en beet drie halen. Oké, ik heb mooie steaks gesneden. Haaks op de draad. Zodat je ook goed kan zien hoe je hem straks kan trangeren. En de draad loopt altijd een beetje in een waaiertje uit bij de picanha. Dus je moet hem altijd wel goed kijken hoe dat hij loopt. Ik ga ze zo meteen een klein beetje invouwen en dan ga ik ze rijgen aan mijn spit. Kom op! Hij is een beetje bot. Dit is hoe het thuis niet moet.
Ik heb hem een beetje dubbel gevouwen zoals je ziet, hè, zodat hij eigenlijk volledig beschermd is met zijn eigen vet. En op het moment dat hij straks mooi zo ronddraait, dat hij alle kanten lekker bedruipt met zijn eigen vet. En een volledig smaak heeft. De andere ga ik dan precies andersom opspiezen. Tenminste, dat ga ik proberen. Zo, picanjaatje hangt op het spit, is lekker op smaak gebracht. Tijd om lekker te laten draaien. De oven hier staat een kleine 3 kwartier staat hier te branden. Ik heb al een mooie bed met kooltjes gecreëerd en ik wil juist die picanha echt een beetje boven die kooltjes wil ik die garen. En ik heb dus mijn vlammen wat meer aan deze kant zitten. Zodat je hem niet rechtstreeks boven de vlam hebt, maar dat hij eigenlijk meer de hitte van de kooltjes pakt. En natuurlijk ook de rook die er straks vanaf zal komen op het moment dat het vet lekker gaat uitbakken. Ja, dan heb je straks een top picanhaatje. Er gaat best wel een hoop knoflook in deze jus. Maar juist door het poffen wordt die lekker zoet, dus dat hele scherpe eraf. Dus dan kan hij echt wel een hoop knoflook verdragen. Dus ik haal de teentjes uit het velletje. Krijgen juist, als ze mooi zacht zijn. En golden brown en lekker dat geroosterde. En lekker dat geroosterde, dat wil je juist hebben. Geeft alleen maar smaak. Een paar teentjes, een beetje olijfolie. Een klein beetje thyme. Een paar takjes. Even breken. Klein beetje zwarte peper. Dan gaan we dit heel eventjes verwarmen en dan gaan we het afblussen met rode port. Oké, let's bake some potatoes. Krieltjes, lekkere mooie jonge krieltjes. Even door de helft. En die gaan we garen in de brick. Dat is eigenlijk een keramische steen, een holle steen. Daar kun je allerlei lekkere dingen in doen. Groenten, je kan er een kippetje in garen, je kan er gambaatjes in doen. Ik ga er vandaag lekker de aardappeltje in garen. En die leg ik zo meteen gewoon up in de kooltjes. Krijgt hij lekker wat warmte, tussendoor een keer omdraaien. En ik doe er een klein beetje vocht in. Ik heb wat kippenbouillon op staan. En natuurlijk wat van onze lekkere kruidenboter. Dan gaat er een beetje rozemarijn doorheen. Een petit sel de mer. Een beetje bouillon. Ik heb hier kippenbouillon, een klein beetje warm staan. Klein laagje. Nou, wat er dan eigenlijk gebeurt is dat je eerst, hè, omdat de hitte vrij intens is in de kooltjes, krijgt eerst wat stoom, dat ze al wat garen. En daarna gaan ze lekker roosteren op het moment dat de bouillon verdampt is. En dan gaat daar nog een klonnetje van onze kruidenboter in. Klepje dicht. En dan gaat hij in de kolen. Ook trouwens te gebruiken in je kamado, in je braai, in je gasbarbecue. Ideaal. Je kan hem zelfs gewoon binnen in de oven schuiven. Ik heb de Bricknick Rammertopf in de houtskool gelegd, zodat hij onderwarmte krijgt. En ik heb er een mooi blok smeulend hout heb ik opgelegd, zodat hij ook van boven wat warmte krijgt. En zo creëer je eigenlijk een oven in je oven. Uiteraard ook goed te gebruiken in je kamado, in je braai, zelfs gewoon in je oven. Geen probleem. Zet dat ding erin, eventjes vol verwarmen. En dan heb je straks een heerlijk aardappeltje of heerlijke groente, wat je er ook in klaar wil maken. Top ding. De picanha die is er bijna. Ik heb in de tussentijd is de port ook al bijna weggekookt. Dus die heb ik lekker afgeblust met wat runderbouillon. En dan ga ik nu lekker mijn portobello's bakken. Olie op de plaat. De portobello's die gaan we eventjes lekker bakken in wat olijfolie. Aan beide kanten. Op het moment dat ze zo meteen lekker kleur hebben, ga ik met mijn thyme en rozemarijn heel eventjes in de kippenbouillon. En dan gaan we ze lekker eventjes... Lekker even inkwasten, zodat ze door de stoom van de bouillon nog mooier gaar worden. En ze uiteraard lekker wat smaak opnemen. En ook de bosuitjes gaan we even kort even bakken. Lekker wat olie. En dan zullen we eens kijken hoe het met de kern van ons vlees is. Ja, stop. Deze gaat eraf. Tijd om de picanha aan te snijden. Ik heb hem afgehaald met een 54 graden kern. Hij is mooi egaal. Dan snij ik een mooi haaks op de draad. Och, die smaak, jongen. En picanha mag je altijd wel net iets verder gegaard mag je die eten. Dan lekker wat groenten erbij. Onze kleine umami bommetjes. Een beetje roodkartoffelen. Jus van gepofte knoflook. Lekker wat knoflookteentjes erbij. En dan bon appétit.
Tijd om te proeven. Lekker die gaucho rub. Die Zuid-Amerikaanse kruiden. Rook. Lekkere kruidige aardappeltjes. Door die lekkere verse kruidenboter. Groentjes. Kei simpel. Maar door net even die kruiden te gebruiken en die kippenbouillon, bakken met smaak. Heerlijk. Bij een mooie picanha serveren we natuurlijk ook een mooi glas bier. In dit geval Dikkere Prins nummer 2. Een mooie West Coast Rye IPA. Mooie bitters. Ook wat mooi die fruitige tonen. Wat super mooi gaat bij dat geroosterde, gerookte vlees. Santeetjes. Zo, dat was een smakelijk maar simpel gerecht. Gemaakt lekker op open vuur. Kan natuurlijk ook gewoon op je Kamado of in je braai of op je gasbarbecue. Allemaal geen probleem. Check de link in de beschrijving voor alle producten en ingrediënten die ik gebruikt heb. Daar vind je onder andere de brick, uiteraard het vlees en natuurlijk dit heerlijke glas bier wat er mooi bij paart. Dus ik zeg lekker thuis mee aan de slag. En vond je dit nou een leuke video? Geef ons dan een duimpje omhoog en vergeet je vooral niet te abonneren op ons YouTube kanaal. Zet dan ook het belletje aan en dan krijg je automatisch een melding wanneer er weer een nieuwe video voor je klaar staat. En wil je meer zien? Klik dan hier. Proost!